De zogenaamde Bloedkuul Run bleef de afgelopen woensdag de tweede editie. Tijdens deze hardloopwedstrijd gaan deelnemers onder meer hardlopen door het NEC-stadion om zoveel mogelijk geld op te halen voor de goede doelen van NEC Doelbewust. Daar werd bijna €3000 voor opgehaald. In de wedstrijd kunnen afstanden van 1, 5 en 10 kilometer gelopen worden. De routes gaan onder meer een stukje over het veld en door de kleedkamers van NEC. Deze editie stond speciaal in het teken van de jubileumweek van NEC Doelbewust. Zoals een maandag NEC een concert met een optreden van Iris Hond. En ook vrijdagavond tijdens de wedstrijd wordt er stilgestaan bij het feest van NEC Doelbewust.